Nieuw SVB bestuurd, ouder naar huis gestuurd. De technologie is de toekomst. En Amerikaanse ambassade doet humanitair werk voor het binnenland. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Onder heel veel belangstelling van de pers heeft het interim bestuur van de Surinaamse Voetbalbond vandaag tijdens een persconferentie verteld wat er gisteren tijdens de vergadering is gebeurd en hoe verder. Het bestuur onder leiding van John Krishnadat is afgezet. De persconferentie bestond grotendeels uit sportjournalisten die graag tekst en uitleg willen over de algemene ledenvergadering van SVB die gisteren is gehouden. In het interim bestuur zitten deze leden. Zij hebben een beetje verteld over de situatie van gisteren. Hier een paar fragmenten. Je komt met een machtiging en het SVB-bestuur maakt daarbij ook nog een machtiging. Dus niemand weet van waar het komt. We zijn naar achter gegaan, tas met geld gehaald en proberen al daar 2 tot 3 leden om te kopen om over te stappen. En ik ben toen weer opgestaan en ik heb twee van jullie gezegd: nee, jullie praten nu niet met deze mensen. Meneer Atompai is de eerste geweest die is opgestaan met een hele milde toon om het bestuur erop te wijzen. Daarnaast heeft meneer Atompai gewezen op de mensen die niet horen in de zaal. Daar was de bevestiging voor ons dat het bestuur zelfs de leden niet kende. Maar Atompai wist precies van: jij hoort hier niet thuis. Gisteren hier met een lid na de vergadering. En de penningmeester van de SVB die belt die man en die man zit op luidspreker. En hij tegen hem: ik loes ono, moet je wat toedoen zonder dat ik no de, want ik kom bakken naar ono. En die man zegt nee. En zo hebben we een aantal gesprekken waarbij de penningmeester de mensen van het vorig bestuur bedragen. Bij bepaalde mensen gaan ze tot bedragen van $5,000. De bedragen wat de heer Atompai net heeft genoemd, dan vraagt u zich af waarom een bestuurslid bereid is om zulke bedragen te betalen om in het zadel te blijven. Die motie is toen in stemming gebracht en 26 van de aanwezige leden hebben voorgestemd en 1 heeft zich onthouden van stem. Het betrof een motie van wantrouwen en ontslag. De motie van wantrouwen en ontslag is ondertekend door deze voetbalclubs en gemachtigden. Zij willen het bestuur onder leiding van John Krishnadat niet meer. Enkele weken geleden heeft de nationale damesselectie van Suriname ook al aangegeven dat zij niet meer onder het bestuur willen voetballen. Anil Gisay Dubé, de penningmeester van dit interim bestuur, liet in het kort weten wat FIFA aan geld geeft aan SVB. Iedereen weet dat FIFA jaarlijks bijna $1 miljoen geeft aan Surinaamse voetbalbond. Dit is een financial assistance program waar je $500,000 krijgt voor operational cost. Daarna krijg je $500,000 om je 10 criteria te doen, krijg je voor elk $50,000. Dat is een men's competition, women's competition, youth competition, arbiters krijgen. Arbiters vragen al zo lang dat die onkostenvergoeding van 300 en 400 SRD niet meer toereikend is om te komen fluiten. Er moet iets gedaan worden. Het bestuur bestaat nu intussen al 1 dag. Zij willen zich nu verder voorbereiden. Zo dadelijk gaan we ook een mail sturen naar de CONCACAF en de FIFA. Om ze ook mee te delen dat het crimineel bestuur is afgezet. En dat er dan een commissie is van 5 mensen ondersteund door 2 andere mensen. Om lopende zaken af te handelen en verkiezingen uit te schrijven. Het interim bestuur laat nog meer van zich horen. Wanneer dat precies is, is niet bekend. Dat de technologie de toekomst is, is al reeds te merken. Van het maken van geavanceerde mobiele telefoons tot het maken van robots is de realiteit waar we nu in leven. Een groep van onderzoekers op de Chinese Universiteit in Hongkong hebben een slijmrobot gemaakt die voorwerpen kan vastpakken, verplaatsen en ook repareren. De slimme slijmrobot is gemaakt met de bedoeling om de meest kleinste ruimtes binnen te treden.
Het is opgebouwd uit magnetische delen die bestuurd worden door andere externe delen, welke er dus voor zorgen dat de robot zich kan voortbewegen. De bedoeling is dat deze slimme slijmrobot in de toekomst ook dingen uit het menselijk lichaam moet kunnen halen als je bijvoorbeeld iets per ongeluk ingeslikt hebt. Professor Li Zhang is een van de uitvinders van deze robot. Het is voor hem belangrijk om verder door te gaan met het onderzoek, want de robot verandert steeds van vorm. Op een moment is het vloeistof en dan weer normaalstof. Omdat ze nog op zoek zijn naar de juiste samenstelling, ziet hij het nog niet als een afgemaakt product. De robot is opgebouwd uit een mix van stoffen die voornamelijk voorkomen in schoonmaakproducten. Voor het testen in en op het menselijk lichaam zal er medische hulp vereist zijn. Daarom is de veiligheid voor het gebruik in het menselijk lichaam nog niet vastgesteld. De bedoeling is wel om er zo snel als mogelijk mee te beginnen. Het zal in de toekomst voornamelijk gebruikt worden voor mensen met complicaties bij de darmen. Zo is er nu ook voor tandartsen een veel realistische manier om effectief te oefenen. In Japan is er onlangs een robot ontworpen die een kind weerspiegelt die kan schoppen, trappen, gillen en slaan. In de toekomst zullen soortgelijke robots ook gebruikt worden onder bijvoorbeeld kinderartsen en schoolbegeleiders om zodoende beter om te kunnen gaan met kinderen. Kosteloos jouw tanden laten trekken en medische zorg krijgen? Dorpen van het district Brokopondo kregen medische behandelingen van de Amerikaanse South Dakota National Guard met ondersteuning van het Surinaamse leger en de medische zending. Honderden mensen uit verre dorpen hebben zich aangemeld voor behandeling in de Muloschool in Brokopondo Centrum. De South Dakota National Guard, onderdeel van het Amerikaanse leger, heeft in samenwerking met de Surinaamse medische hulp geboden. Ze zijn sinds 20 april in Suriname om medische hulp te verlenen in Brokopondo en Sipaliwini. Volgens Benjamin Abbey, major en artsassistent van de Amerikaanse South Dakota National Guard, zijn patiënten van verschillende leeftijden met diverse aandoeningen behandeld. Veel mensen van het binnenland zijn hardwerkend, dus hebben zij veel patiënten gehad met schouder- en rugpijnen. At Joni in Brunswick, we've been able to treat over 1100 patients so far. And we've also had about almost 400 patients for dental. And we've done a lot of dental care. And through there, a lot of the teeth cannot be restored, so we have to do a lot of extractions for the patients. We've done a lot of symptomatic treatments, so like common symptoms, like they have heartburn based off some of the food that they have. A lot of the people in the interior are very hardworking people, and so they have a lot of musculoskeletal or just shoulder pain, back pains, a lot of chronic issues. We don't feel confident being able to provide acute care, like right now type of medicine, then we refer them on. In het district is er toegang tot redelijk gezondheidszorg. Er zijn niet genoeg polyklinieken en apotheken. De mensen van de medische zending zijn er wel, maar dan heb je weer het probleem dat de apotheken niet genoeg medicijnen hebben. Als deze mensen niet hier waren gekomen, moesten we dan helemaal naar de stad voor bepaalde behandelingen. Vooral voor de tandarts bijvoorbeeld. Dat lukt niet altijd. Je gaat zo naar de poli, kom je aan de poli, op de poli aan, hoor je van ja, de dokter is er vandaag niet. Moet je weer een andere dag komen. Misschien ben je die dag, heb je die dag speciaal vrijgenomen voor de dokter, is de dokter er niet. Dus we hebben niet echt doktoren in het binnenland. Ik zou die mensen aanraden om eerst naar de dokter te gaan, om voor een onderzoek, om te weten wat er gaande is voordat men dan traditionele medicijnen te gebruiken. Want soms is het misschien niet iets dat je moet masseren. En ze zou gauw geneigd om over te gaan tot massage. En dat kan leiden tot andere problemen. Met de South Dakota National Guard wordt al 16 jaar samengewerkt en er zijn al vele succesvolle missies uitgevoerd. Zo heeft het Amerikaanse leger bijvoorbeeld ook geholpen bij de renovatie van de school in Wanica en was het veldhospitaal bij Wanica ziekenhuis ook zo'n missie. Wat we doen is samen met het team van South Dakota
proberen dit te doen voor de mensen, die dienstverlening, die medische zorg, onze mensen ondersteunen in vertaalwerk. We hebben een arts erbij gezet, transport, logistieke zaken. Maar het is eigenlijk die win-win, die samenwerking die we hebben. Het personeel van het Amerikaanse leger is er tot 2 mei in Suriname. Ze zullen de lokale bevolking in verliggende gebieden voorzien van vrije en goede medische en tandheelkundige behandeling. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend en tot volgende week.